Alleen dat... U was afgedwaald van de kudde. Nou, ik ben altijd wel een stripliefhebber geweest, maar nooit dat ik me echt, zeg maar, zoals heel veel mensen verzamelde en zo. Ik las zo nu en dan eens wat. Maar een paar jaar geleden is echt een beetje de vonk overgeslagen. Ja, ja. Dus ik ben een beetje aan het inhalen. Okay. En dan kom ik er dus steeds meer achter dat er in Nederland gewoon echt een hele rijke striphistorie is. Ja. Want ik, mijn eerste vraag wilde zijn... Hè, want zijn we begonnen? Ja, we zijn al begonnen. Oh, begonnen. Want een van de strips die je maakt is natuurlijk Willems Wereld. Ja. En mijn vraag zou zijn van hoe lang doe je het al? Maar ja, dat staat hier al op de achterkant. Ja, ja, ik doe het al 21 jaar. 21 jaar. Ja, dus... Maar hoe is deze strip ontstaan? Nou, eigenlijk omdat ik Cor Morelli maakte. En die maak ik nog steeds. Daar was op een gegeven moment geen vraag meer naar. Gelukkig nu wel weer en steeds meer eigenlijk. Maar dat stopte toen. Dus toen moest ik wat anders verzinnen. En toen heb ik eigenlijk Morelli's vrije tijd bedacht. Dus wat Morelli in zijn vrije tijd zou doen. Dat vonden ze bij Panorama hartstikke leuk. Alleen moesten namen veranderd worden. Want Morelli's vrije tijd vonden ze niks. Maar dat moest Willems Wereld worden. Dus zo geschieden. Ja, dat is dus via Panorama gegaan. De adjunct in de tijd die kwam met die naam. Ja. Dus toen was het voor mij ja of nee. Dus, ja, oké. Okay. Nou ja, dat is wel leuk. Nou, 18 albums inmiddels. Ja. Waar haal je de inspiratie vandaan voor wat Willem beleeft? Nou, overal en nergens. Uit het café, ik heb een grappige vrouw. Ik heb allerlei mensen die wel eens met wat komen. En je denkt er eigenlijk wel de hele dag aan, of niet de hele dag, maar je hebt die antennes wel uitstaan voor dingen die in de lucht hangen of grappen die je kunt gebruiken. En dat gaat ook met golven hoor, maar het is wel vrij constant, ik kom altijd wel wat tegen. Maar is Willems Wereld dan in de plaats gekomen van Cor Morelli of doe je dat toch nog wel? Nee, daarnaast. Morelli doe ik ook nog en er komt ook binnenkort tweede... Of ja, eigenlijk is het de achtste album van Morelli, maar in de nieuwe reeks bij Eppo is het de tweede. En dat wordt wel een leuk album. Dat gaat De Ballenjongen van God heten. Ja. Dus de titel is wel goed volgens mij. En het wisselt elkaar een beetje af. Hoewel dus ik moet je deze primeur geven. We stoppen met Willem. We stoppen binnen 3 weken. En dan is het eigenlijk afgelopen. Geniet er nog van zolang het kan, zou ik zeggen. Want komt er dan hierna nog wel een album? Of is dit al het laatste? Er komt wel een afsluitend album. Okay. Ook weer van bij Arboris. Titel hebben we nog niet, maar daar staan en de 38 laatste in. En dan nog aangevuld met speciale dingen die we nog opdiepen. Okay. Met de Willem-archieven. Ja. En dan gaan we de historie in. Ja, een einde van een tijdperk. Ja, ik kan wel zeggen. Hoe voelt dat als je die beslissing hebt gemaakt van stoppen? Nou, ik heb die beslissing gemaakt. Panorama heeft een nieuwe hoofdredacteur. En zoals je weet, moet dat allemaal altijd anders. Ik heb de 6 overleefd, maar nummer 7 zegt van... En ik vind ook, ik had het net met Hans van der Boers erover. Jammer is wel dat die plek ook weg is nu voor de strip. Het is niet zo dat ze, waar ik nog iets bij had kunnen voorstellen, ze nemen een jongere tekenaar en die dingen van nu wat misschien wat beter aanvoelt, dan weet ik het. Ja. Maar dit gewoon de strip is helemaal weg. Dus dat is wel jammer. Dat is wel lastig, ja. Dus het wordt eigenlijk een heel stuk saai blad. Het wordt eigenlijk een heel saai blad. Ja, dat is wel jammer. Ik vind het ook. Cartoon gaat er ook uit. Dus ik vind het gewoon, het is gewoon blijkbaar, het credo is dan altijd niet meer van deze tijd, zeggen ze dan. Dus van de andere kant, je zit zelf in deze tijd, dus daar ben je zelf baas van. Of niet? Maar goed, blijkbaar is dat... Dat is wel jammer inderdaad, dat men een strip eigenlijk niet meer van deze tijd ziet. Dat is wat eigenlijk nostalgisch. Dat ik daarop mee kan liften. Ja, maar goed, je hebt nog wel... dingen om je mee bezig te houden qua strips? Nou, Morelli dus. Ja. Dus Morelli gaat nou wel een beetje met de turbo erop natuurlijk. Dus dat geeft wat extra. En ik maak rechtbanktekeningen voor het ANP. Ja. En dat komt eigenlijk alleen maar meer. Okay. Dus ook tegenwoordig in kleur.
Dus ja, boeven, pas op, kom eraan. Hoe is dat om ja, enerzijds dan een strip te maken en anderzijds een rechtbanktekening? Want het lijkt me toch een hele andere sfeer. We houden elkaar heerlijk in evenwicht. Okay. Als je iets te lang op de rechtbank zit, dan vind je dat wel weer lekker om gewoon weer alleen naar je tekentafel te zitten. En, ik vind het een prettige afwisseling. Ja. Nou, gelukkig. Ja, en een paar maanden geleden is er natuurlijk ook het Studio Arnhem, terug naar Studio Arnhem, ja. Boek uitgekomen. Ja. Hoe kijk je terug op die tijd? Oh, nou, hartstikke leuk. Ja, ontzettend leuke tijd. Ik had gouden gozers meegewerkt, leuke meiden, leuke jongens. Maar dat is allemaal weer 30 jaar geleden of 40 jaar. Ja, een lange tijd geleden. Maar dan is toch wel leuk dat er dan weer even zo'n boek uitkomt. Zeker, wat onbekende werk. Ja, vond ik ook leuk. Ja. Ik moet zeggen dat ik hem zelf ook met heel veel plezier gelezen heb. Ik bedoel, alles heeft een begin. Ik heb een keer een moment gehad dat ik begonnen ben, maar dat geldt voor striptekenaars natuurlijk ook. Ik dacht dat je gewoon zo op de wereld was gezet. Dat dacht ik eigenlijk ook, maar ze hebben mij verteld dat het niet zo is. Okay. hartstikke leuk. Nou, in ieder geval, deel 18 van Willems Wereld is uit bij uitgeverij Aboris. Dus die kunnen de mensen gaan halen bij de stripwinkel. Of natuurlijk op het Brabants stripspectakel. Alleen tegen die tijd dat je deze video ziet, is dat al voorbij. Maar de eerstvolgende stripbeurs heb je weer een kans. Nou, Alois, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. En heel veel succes op de beurs. Nou, dankjewel. Ik maak ze graag. Oké. Okay.